NEC won maandagavond moeizaam de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Door de winst doet NEC goede zaken en slaan ze een gat met de ploegen onder ze. Thomas Beekman maakte zijn basisdebuut en is blij met de 3 punten. Basisdebuut en dan 3 punten pakken, dat is wel heel lekker. Dat is een fijn begin voor mij als basisspeler. Eerst zelf hebben we goed gespeeld. Tweede helft hadden we het lastiger. Vooral rond de 70ste minuut begon ze heel erg te drukken. Maar uiteindelijk 3 punten is het belangrijkste. Ik denk goede eerste helft op de mat gelegd. Genoeg kansen gecreëerd in ieder geval. Als je met 3-0 of 3-1 gaat rusten, kijkt niemand eraan van op. Alleen ja, dat laat je na en hou je eigenlijk Eindhoven wat meer in de wedstrijd. Het eerste kwartier na de rust gaat nog wel redelijk. Alleen op een gegeven moment dan komt Eindhoven toch wel meer in de wedstrijd door de tweede bal te winnen. En dan wordt het een stuk lastiger. Ja, nee, inderdaad. Dit was wel een belangrijk voor als je kijkt naar de play-offs, inderdaad. Want ze stonden inderdaad op 8 punten. Ja, als zij winnen, dan komen ze op 5 en dan komen ze dan best dichtbij te staan. Maar nu heb je wel goed gat geslagen, inderdaad. Ja, en ook naar andere ploegen flinke marges. Ja, jullie staan alweer gedeeld 4e zelfs. Gedeeld 4e, ja. Ik weet niet wat Eagles heeft gedaan. Hebben die gewonnen? Die hebben volgens mij gewonnen, ja. Oh, okay. Maar ja, nou, gedeeld 4e met NAC. Prima. Goed, nog even terug naar die eerste helft. Ja, toen speelden jullie wel heel erg aantrekkelijk voetbal ook. Ja, het was aantrekkelijk voetbal. Hè. Vond ik ook. Gewoon zoals we willen, zoals we kunnen. Met de buitenspelers op de binnenkant en de backs hoog. En het balletje van links naar rechts laten gaan. En dan doorheen spelen wanneer het mogelijk is. Ja, voor jou dit smaakt naar meer natuurlijk, hè? Ja, absoluut. Ik hoop dat ik vrijdag Jong Utrecht ook weer mag staan vanaf het begin. Ja, die play-offs, dat moet toch echt wel lukken, hè? Ja, maar dat hadden we wel verwacht aan het begin van het seizoen. Alleen maar kijken wat verder naar boven als het kan.